Hey mensen, vandaag is het en leuk dat jullie kijken naar Minecraft Rust. Zoals je ziet in de chat, ik heb dit afgeteld, want het andere team zit aan de andere kant van de map en die gaat nu ook beginnen. Dus wij moeten nou meteen beginnen jongens. We hebben een leuk team, Sander, we hebben Linktijger, we hebben David en we hebben Melvin. En wij gaan survivalen tegen het andere team. Wie dat zijn, zie je allemaal in de beschrijving, maar let's go guys. Ik ga meteen naar boven. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Je ziet daar een huisje. Ik denk dat daar een paar mensen heen moeten en dat een paar mensen moeten survivalen. Anders ga ik wel naar het huis. Ik pak sowieso hout. Ik ook. Oké, we zien in de chat zien we mooi ook updates van de anderen. G-Type was meteen al met hout bezig bij hun. Dus die was de eerste die hout daar heeft. Ze hebben een kleine voorsprong. Eten is ook heel belangrijk. Want wij zijn natuurlijk met vet veel mensen. En ik spring nu helemaal omhoog van naar die berg. Omdat ik dat huisje daar zag. En dat kost mij ook veel eten zometeen. Wij hebben een McDonald's hebben hier. Nou. Hebben we niet. Zo'n McDonald's. Dit is trouwens wel een shop in deze map. Ja, klopt, ja. Er zijn villagers die dingen weggeven. Shit, man. Ik moet... Kut. Kan iemand snel een klein beetje hout meegeven? Ik moet dat hebben voor het klimmen hier omhoog. Want niet alles is... Ik heb gewoon hout. Maar je bent ver weg. Ja, ik kom alweer terug. Probeer zo min mogelijk te rennen, want het kost eten. Even tip van de sluier. Oh, ik heb een diamond. Is toch tipje van de slager? Nee, niet! Wat? Een tipje van de slager. Dankjewel, David. Ja, genoeg. Ik heb nog wel meer als je wil. Ja, klein beetje nog. Klein beetje. Oh, dit is lang geleden. Ja. Hoi, jullie. Yes, thanks. Dan ga ik snel naar boven. Want waar was het ook weer? Hout weg. Daar ergens zit een huisje. Daar zit een huisje. Ik ben nog nooit boven daar bij dat huisje geweest. Oeh. Wat zijn jullie aan het doen? Update? Ik heb een golden apple gevonden in huis. Ik ben weer bij een huisje. Oh, hier moet hij naar binnen. Nou, pas op, monsters zijn op het begin heel sterk. Dus ga niet meteen vechten als je nog helemaal niet geen gear hebt. Probeer zo sluw mogelijk de gear te pakken uit een doos. Oké, niet meer het huis binnen gaan. Dat is gevaarlijk. Nou, ik kan proberen, maar zodra je gehit wordt en in de fik staat, dan ben je meestal de lul. Ik kwam een hele lieve skeleton tegen met full gold. Oh my god, het is echt een fucking hoge berg, man. Ik ben echt benieuwd wat dat zit. Als ik zometeen daar een blok hout of zo vind, dan ga ik echt mezelf slaan. In real life. Ja, dat is echt facepalm. Als je mij wel laat horen. Ja, doe ik. Laat ik horen. Maar wat denk je, guys? Gaan we winnen of is het een heel moeilijk team? Ja, tuurlijk. Ik zou net zeggen, je moet wel een beetje zelfvertrouwen. Ja, inderdaad. Wees positief, man. Nee, ik vraag het aan jullie. Ik probeer zo jullie te motiveren, zodat ik mezelf kan motiveren. Wat denk jij? Natuurlijk. Wat denk ik? Ja. Ik denk dat we gaan... Nee, tuurlijk gaan we winnen. Wij spelen tegen Pieter, Vincent, Don, Frans en... Naam vergeten. We zeggen gewoon dat de DDG-server uit ligt. Dat is Pieter weg. Ja. NG-typo. Ik heb het gevonden. Ik heb het huis gevonden. Ik ga nu naar binnen. Ik heb een flamesword gevonden. Oh, pas op. Oh. Melvin. Een party. Jongens, ik ben zo dom bezig. Oh my god. Oh, jongens, ik heb 3 blocks of diamond gevonden. Oh, holy. 3 blocks of diamond. Oh, dat is echt heel nice. Oké, ik kom meteen naar beneden. Nice. Laten we meeten bij dat huisje. Ik heb mijn army versterkt. Ik heb vrienden gemaakt. Ja, heel veel vrienden. Heel veel vrienden. Zijn er monsters in dat huisje? Nou, niet meer. Niet meer. Maar die respawnen ook niet? Er zijn geen huisjes meer. Ik bedoel geen... Oh, jongens. Oké, en... shit, wat wil ik nog zeggen? Het is daar veilig. Oh mijn god, ik zie het, ja. Je wordt achtervolgd. Ja. Nou, wat je veilig noemt, ja. Milan, wil je een knuffel? Nee, dank je. Het wordt zometeen ook nacht en dan komen er nog meer, hè. Dan spawnen ze op allemaal verschillende plekken. Dit huis is dus leeg? Merendeels wel, ja. Oké. Ik heb wat iron gevonden in het huisje en dan houdt het ook snel op. Oké, ik heb diamond gevonden. Wie is het beste PvP? Ik niet. Hé, wat doe je? Totaal niet. Dat is de town te mij toch? Dat maakt niet uit. Oh. Holy shit. Oké, ik maak even wat zwaarden, wat diamond swords. Joep, voor treintje. Ons. 3. 3 zwaarden maak ik. Ja. Hebben we nog meer nodig? Ja, tools. Diamond pickaxe, handig.
En zal ik van de 18 die ik over heb, zal ik dan... Armor, denk ik. Ja, armor maken, hè? Ja. Zou ik dat... Ja. Ik ga dat heel egoïstisch zelf dragen. Ja, oké. Okay. Okay. Maar ik ga wel meerdere boots maken. Want we komen ook heel veel armor tegen, trouwens. Oh, je kan nog één zwart maken, chill. Het wordt donker. Mag nog een zwart? Het wordt donker. Oh mijn god, die zombies ineens die langskomen. Nee, het regent voor mij. Oh. Ja, dat zou ook kunnen. Ik heb hier nog één zwaard. Wie wil een zwaard? Oh, pas op. Oh, ik zie. Oh shit, hij valt mij nu al aan. Ga weg. Auw. Waarom kan je ze slaan? Ja, ze zijn best sterk. Ze zijn heel sterk. Ja, dat hier, hier heb je een zwaard. Tijger. Ja. Heb je nog een zwaard? Nee, ik heb niks meer. Ik heb nog wel boots voor. Hier, tijger. Als jij vecht met die zombies. Oké. Oké, laten we nu gaan, want we zitten te lang op één plek. Ja. Die met die diamond pickaxe, dat ben jij Sander, toch? Ja. Je hebt al die diamond al weggehaald die daar lag? Ja. Oké. Je hebt nu een stone pickaxe in je hand. Ah ja, joh. Oh, ik heb al diamond boots heb ik ook nog. Zo, bam. Oh, nice, weer diamond. Nice. Chill. Oh, melon. Oh ja, daar die houten dingen die je daar ziet, die moeten we ook even openmaken, want daar zitten ook heel veel resources in. Dit zijn allemaal van die resource spots. Dus dat is links. Oké, daar links zie ik een soort van gevangenis of zo. Laten we daarheen gaan. Ik heb ook nog iron gevonden. Iron, oké. Okay. Ja, ik denk dat we van iron het beste armor kunnen maken. Eigenlijk hadden we geen diamond pickaxe moeten maken. Zit ik me nu ineens te bedenken. Ah, dat is stom. Wat heb je gedaan? Weer diamond, weer diamond. Nice. Hoeveel diamond heb je nu? 3. Oké, hoeveel zwaarden zijn er nu van diamond? Wie heeft er nu een diamond zwaard? Ik heb ook een flamesword. Wie heeft geen diamond? Ik heb nog geen diamond. Oké, dan maken we even eentje voor Melvin. Kom eens hier met die diamond als je wil, Sander. Gaan jullie de huisjes vast met bekijken? Met welke diamond? Oh, die diamond. Ik heb nog veel hout, wie wil dat hebben? wie wil hout hebben? Ja, Gemma, ik craft wel. Wie is een beetje goed met pijn en boog? Zo. Nou ja, maar dat is goed. Nee. In ieder geval als je raak kan schieten. Dat is echt heel gevaarlijk hier. Melvin, kom. Ik heb iets zwart voor je. Oh, chill. Ik kom eraan. Zo. Bijna. Het scheelde heel weinig. Ja, echt hè. Oké, laten wij snel gaan looten alles. En als we hier klaar zijn, dan gaan we meteen door. Oh, daar is een skeleton rechts. Pas op. Ja, die staan in die huizen. Oh, hier. Ja, maar die komen er zo uit. En die hebben flame arrows. Holy shit. Of knockback. Wat is het? Knockback. Die zijn sterk hoor, David. Ja, je had hem een paar klappen. Ik weet dat hier twee kisten zijn. Oh shit, er zijn er nog twee. Nice. Don't touch me, bitch. En aan de andere kant heb je ook nog twee kisten. Check die als je wil, linktijger. Waar? Oh, daar. Wat werd daar gegooid? Enchantment. Oké, laten we naar de andere kant gaan van dat huis. Hebben jullie alles uit de kist? Oh, help! Ja. Oh, kut, ik help je. Ik kijk wel goed achter je, Milan, want straks lopen ze hier zo met een groepje. En jij zo, hè, hebben jullie alles? Ja, dat is waar. Oh, je hebt een goede tip, Sander. Maar ik dacht dat jij dat nou deed. Ja, dat doe ik nu. Toen ik zag dat jij het niet deed. Oké. Oh nee, David, kom snel! Ik zie hem. Ja, nee, dat doe ik. Oh, serieus, geeft time to farm? Farm? Wat? Huh? We gaan farmen. Frans is aan het farmen. We maken zijn basis. Oh, dat zou wat zijn. Dat zou inderdaad heel slim zijn, man. Gaan we dat ook doen? Nee, heel dat gaan we niet doen. Hier. Nee, want nog dan, niet. Dan... Nee, want dan... Als ze dat hadden gedaan, dan komen wij hier ook niet bij hun. Oké, daar zie ik nog stone. Wil je dat hakken, Sander? Yes. Even kijken. Wat hebben we hier nog meer? Want... Ik heb nu dat plattegrond ding niet voor me. Ik zie daar in de verte zie ik nog wel huisjes. Moeten we daar sowieso heen gaan. Heb je nog diamond gevonden? Nee, allemaal iron. Ik heb nog wel één diamond. Oh, please, geef. Dan kan ik dat mooi zo meteen verdelen en dan verzamel ik dat. Het is wel belangrijk als ik doodga dat je dan meteen naar mij toe gaat, want ik heb dan die diamond. Oh ja, dat is ook zo, ja. Weer iron, come on. Wil je ook een escape orb hebben? Voor het geval je bijna dood gaat. Emerald. Ja, is goed. Thank you. Ja, zo'n ender pearl. Goud.
Oeh. Goud, jezus, wat hebben we daar nou weer aan? Hier nog zo'n houten resort ding. Het wordt al nacht. Ja. Dus nu spawnen echt random sterke mobs. Ja, klopt. Oh jee. Oké, ik stel voor, één iemand gaat even vooruit, want dit is een beetje... Oh, ik zie er iemand, ik zie er iemand. Terug. Nee. Terug. Daar zijn ze dus. Ik heb niet zo heel veel. Stop, skeleton. Oh man, daar zijn ze. Oké, hij staat. Ze zijn daar al. Oh, ze zijn hier allemaal! Oh mijn god! Oh my! Er komt ook iemand achter. Oh my god! Oh nee, ze schieten al arrows. Kom, we gaan snel weer terug naar dat ene dorp. Terug naar dat ene dorp, waar we waren. We zijn er weer aan die enchanted arrows en wij altijd nooit. Yo! Weet ik niet. Maar snel terug naar dat dorp en dan gaan we daar achter zo'n huis zitten snel. Oh my god, daar waren ze met z'n allen. Waar ben je, Sander? Ik zie je niet. Ik ben achter je. Maar, oh, daar. Ja, ze zijn veel sterker al meteen. We moeten misschien de andere kant langs. Of dwars door het midden. Dat kan ook, ja. Te cheaten. Wat gaan we doen? Ja, even game mode aan. Achter je! Oh. Oh shit. Oh shit. Dit dorp is trouwens wel gevaarlijk, hè. Dit vol met spawners, ja. Ja. Oh crap. Die was meteen raak. Iemand kill die skeleton, snel. Hij heeft op mij getimed. Ik heb niet heel veel... Auw! Nu heeft hij op mij getimed. Oh, kom er mee. Zombie. Ja. Maar pas ook even op achter ons, hè. Vooral als ze niet komen. Ja, ze komen nog niet. Nog niet. Oh shit, man. Ik ga deze even killen. Wat doe jij al? Ja. Oh nee, ik had zo die dirty... Kom eruit. Nee, ik heb hem. Kom op. Oh, what the fuck, hij hit mij, hoe dan? Nee, ik wil eruit, stil! Afgeleid! Oh shit! Nee! Oké, hier. Heel weinig hartjes. We kunnen hier op het dak. Ja, klopt. Oké. Oh crap! Nee, die skeleton! Nee! Oh nee, ik ga dood. Nee, Milan, niet doodgaan. Ja, ik ga dood. Oh, nog een half hartje, oh my god. Oh my god. Hier is ook een kist. Yes. Oké, ik ga eten, sorry, ik heb nog een half hartje. Ik heb 3 carrots gevonden en ik... Oh help. Oh help, shit, help, het vult niet help, helemaal. Help. Oh shit. Help. Oh shit. I need help. Kom snel naar boven, dit is een mooi uitkijk. Oh. No. Oh my god, David is dood, jammer. Come on. Oh shit. Wacht, ik maak wel een vuur. Oh, ze komen allemaal nou hierheen. Ja. Wij zitten hier al, kunnen jullie naar boven via wat hout? Nope. Oké, hier heb ik. Gooi ik naar beneden, oké? Oh nee, wacht, ik kan het wel. Zoals Melvin doet. Oh, ja, dat kan ik dan ook. Ja, via hier, gewoon hier naar boven. Hier, 15 hout. Shit, sorry man. Oké, yes. Hun hebben al vet goede gear en shit. Ja. We moesten die andere kant langs, denk ik. Maar we kunnen beter even wachten tot het dag is, denk ik. Ik heb wel enchantment books en zo. Ik weet niet wat we daarmee kunnen. Ja, nu nog niks. Moeten we wachten tot een enchantment table tegenkomen. Oh shit, ik heb wel weer meer hartjes nu, want ik heb gegeten. Heeft er iemand nog food over trouwens? Ik heb zombie food. Ja, beter iets dan niets, denk ik. Ik heb helemaal niks nu. Sorry, ik heb alles egoïstisch zelf opgegeten. Oh crap, komt de skeleton aan. Ja, ik heb ook egoïstisch alles zelf opgegeten. Maar ik heb gewoon maar 4 hartjes, dus. Ik regenerate ook niet. Dus dit is op... Ik heb nog maar 4 hartjes, ja. Ja, we hebben echt eten nodig, want we zijn zo weak as hell. Hier! Zij... Big bread? Die Sirius is gewoon echt... Die is gewoon... Dat is gewoon een farm boy geworden. Ja, die is gewoon, heeft gewoon alle food gesupplied voor het team. Ja, is gewoon een boer nu. ik heb hier een iron ingot. Waar zijn jullie? Hoi! Dit is een pak. Kijk hier boven je! Oh! Hallo! What the fuck? Ik sprong mis. Oeh, ik viel er bijna vanaf. Oh crap. Heeft er iemand nog 1 iron ingot? Ja, ik heb er nog 3. Ik heb ook nog 3. Er 1 mogelijk. Ga daar armor van maken of iets? Of niet? Ja, dat wil ik ook doen. Oh, nu heeft iemand anders hem. Ja, hier. Ja, we zijn mijn 3. Oké. Oké, we zijn dus met 4. David is al weg. Rip David, we moeten even snel een sign voor hem maken, want het is wel zo aardig. Mm-hmm. Dat hij doodging. Hier zo. Rip David KL.
Het probleem is, zij hebben dus niet gekozen om ons aan te vallen. Maar dat betekent dat ze gewoon nog meer loot gaan zoeken. En nu worden zij nog sterker, terwijl wij eigenlijk aan het struggelen zijn om te overleven. Ja, ja. Dat klopt. Maar het is denk ik te gevaarlijk om nu al meteen naar buiten te gaan. Ja, dat is waar. Dus ja, wat moeten we doen? Zitten we op een dak. Zie je die berg daar? Voor ons? Ja, ik zie hem. Ja, die, daar ja. Kan een huis op zitten, net zoals dat ik bij die andere berg had gevonden. Okay. En daar zit dikke loot. Dus we kunnen proberen om daarheen te gaan, want op bergen spannen die shit niet. Ah, ik heb wel maar 4 hartjes en honger. Dan kunnen we 2 personen doen. Ik ben vol met alles. Ja, ik ook namelijk. Ja, ik heb niet. Anders blijven jullie hier als post. Of hieronder. Nee, dat is te gevaarlijk. Daarboven ja. Op het dak als post. Je moet sowieso op het dak blijven. Oh, ja. Shit, het is een zombie. Oh man. En dan ga ik wel met Linktiger even daarboven kijken. Ja, ja. Is cool. Succes. Oké, ik heb eten. Dat is ook chill. Dankjewel. Oh crap, er komen meteen alweer zombies aan. Oké, we moeten beginnen. Dat is meestal wel de bedoeling. Oh crap, skeleton. Huh? Oh man. Hij heeft geen boog. Nee. What the fuck? Nee, dat kan. Dat... Maar hij is wel nu een stuk sneller. Oh, ik zie de stuff van David, maar ik weet niet of het veilig is om te pakken. YOLO. Ik kan het proberen, anders despawnt het misschien. YOLO, 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 YOLO. Go. Klimmen. Plaats. Wat? Plaats hier geen blokken. Oh nee, het is zijn slabs. Ik schrok al. Oké. Wat heb ik? Oh, een diamond zwaard. En... Nou, dat is toch best wel goed. Ik heb instant health. Is het splash? Dat weet ik niet. Daar zit er een dingetje omheen, om het glas. Nee, het is geen splash. Oh. Oh. Ja, ik heb het ook nodig. Ja, nou, gebruik hem maar. Oh, ik vind het zo zielig. Okay, wat? Ik krijg helemaal geen health. Jawel, dat krijg je langzaam. Als het goed is. Blindness en night vision. Oh ja, er zitten ook negatieve effecten aan die pots. Oh. Positief, maar ook negatief. Je moet goed lezen. En ja, vorige keer ook was een of andere blindness pot. Oh, hier op de berg zit helemaal niks. Zie je wel, maar we hebben geweldig uitzicht hier. Oh, nou dat is mooi. Nou, dat dus dat scheelt weer. We gaan even van genieten hier. Kom maar hierheen. Ja, denk je dat het veilig genoeg is? Het wordt alweer licht. Ja, het moet toch. Ja, moet als team. Ja, het moet. Het zal moeten, ja. Maar ga tussen die berg zitten. Dan hoef je minder te klimmen. Tussen die berg? Ja. Je ziet zeg maar die punt van de berg en dan links. Dat is links daar, ja. Van de berg. Dat is hier, link tegen. Oh, ik had eventjes een bordje neergezet dat ik de Mount Everest was beklommen. Deze kant. Bij mij zie ik zie een mooi gat door de berg heen. Op een of andere manier. Hier kunnen we mooi in de gaten houden waar hun zijn. Of ze eraan komen, of whatever dan ook. En je komt ook wat resources... Via links, of wat? Via waar gaan we? Als je naar de berg toe loopt... Ja? Links aanhouden. Links, ja. Zeg maar. Tussen de berg in. Ja, nou, ik zie... De bergen in, maar... Ik zie een heel mooi gat in de berg. Ja, ik ook. Ik heb ook best wel last van chunks. Ja, die chunks die zijn nogal raar aan het doen. Sowieso Pieter schuld. We zien jullie nog niet. Ja, ik zie je. Oh, daar. Ja. Daar. Chill. Welkom. Dank je. Ik denk net of jullie uit de zon kwamen. We zijn al 4-5, dus dat is al minder. Maar ja. Hebben we dit huis al gecheckt? Nee, hè? Nee. Nee, voor mij niet deze. Oké, als één iemand nou even naar links gaat en die gaat daar die hout resources pakken. Melvin? Ja, ik doe dat wel. En dan even. Meteen goed op de uitkijk zijn. Linktiger, als jij op die berg wil blijven, okay. Om te kijken of ze aan de andere kant komen, dan ga ik hier een beetje in het midden niks doen en hij mijn neus vreet. Nee, grapje. Okay. Dan ga ik met Sander hier naar binnen om even te kijken of... The Raiders base, leave donation or go away. Splash potion of night vision, pumpkin seeds and mushroom. Die grass blocks neem ik ook mee. Je kan ook zeg maar de zijkanten weghalen van de huizen en dan zo alles looten. Master Broccoli. Klopt. Ik hoor monsters naar binnen, maar ik ga hem even openmaken. Bam. En deze ook. Bam.
Oh, hoi. Oh, hi. Gold, carcoil en iron. Kun jij dit kapot maken, die iron doors? Met wat? Met je pickaxe. Ja, je hebt toch pickaxe, diamond pickaxe. Ja, weet ik veel wat je... Oh, wat? Kijk, dat gaat heel snel. Jezus, aan de... Zullen we daar mod... Oh my god! Snel, ow. kill hem, snel! Kill hem! Yes! Oké, snel dit looten. Ik ben oh er my weer. God, hier zit aardig wat stuff. Oh, nice! Eindelijk is goed. Ik neem het allemaal mee. Zitten we er in de oven? 5 food. Oh yes. Ik heb 5 food. Wie heeft de food ja, nodig? Ja, ik heb het nodig. Een charcoal, een food. Oké, chill. Oh, dit is beter. Oh, maar... ja. Ik heb nog 1 steak over. Oh, dit is zoveel beter. Come on. Ik heb raw pork chop, maar laten we dat even zometeen in de oven doen. En niet hier, want hier zit nog in het huis. Is er boven nog iets? Zie je daar iets, linktijger? Nee, helemaal niks. Oké. Gaan we aan deze kant kijken van het huis? Of, Ik ga denk ik even op het dak kijken. Op het dak zitten voor mij 2 spawners. In ieder geval ik net wel een ander huis waar het op zat. Ik zie wel 1 blokje staan. Ja, het is 1 spawner en een kist. Oh yes. Oké, allemaal stift er weer in. Deze spawner haal ik weg. Laten we hier even settelen. Laten we naar boven gaan en dan settelen. Linktijger, kom maar naar dat huis toe. Ja, want we kunnen nu even snel die spullen ordenen. Oké. Op het dak gaan we... Wacht, ik maak wel even een trap. Of eigenlijk is dat helemaal niet slim, een trap. Nee, inderdaad. Ik heb hier houtblokjes, gooi ik naar beneden. Wat ga je met die spawner doen? Ik heb echt een Wat ga je met die spawner doen? Die moet je even weghalen. Als je dat wil, weghalen. Linktijger, als jij... Wat zijn hun, voor mij? Waar? Die er wegloopt, toch? Ja! Dat is Serazer. Waar? Daar, hij liep... het kant van Melvin. Waar ik hij vandaan dus... kwam. Ja, dat waren ze. Een goblin met een bril. Waar? Hoe bedoel je waar hij vandaan kwam? Wacht, ik zal het zo even aanwijzen. Wacht, kom naar boven. Voor mij in de richting waar ik nu kijk, of niet? Ja, dat dacht ik ook meteen. Heeft iemand cobblestone? Cobblestone, ik heb cobblestone nodig. Die kant op. Ik heb geen cobblestone. Hoeveel heb je er nodig? Oké, ja, hoor maar. Het is genoeg. Ik heb trouwens een pork chop in mijn hand. Even snel een oven maken. Charcoal, bam. Dan hebben we eten. Hoppakee. Oké, heeft iedereen eten? Nee, ik heb geen eten. Ik stop mijn pork chop er ook in. Ik heb ook een golden apple. Kan iemand goed pijl en boog schieten? Ik heb al pijl en boog. Ik kan niet echt goed pijl en boog schieten. Oké, dan neem ik die wel. Heb ik hier een pijl en boog. Ik heb hier een pot. Die vind ik niet zo interessant. Ik zal het wel even in de kist doen allemaal. Ik doe wel alles in de kist wat eventueel overbodig is of gebruikt kan worden. Mm-hmm. Denk ik ook. Dus doe ik even iron ore. Oké, hier is nog veilig. Ik heb hier nog 3 ik diamonds. Ik heb TNT gevonden. Nice! Ik heb een heel goed zwaard nu. Deze, splash potion, ja dat kan. Iron ingot, dit. Deze wil ik ook wel. Deze is nice. Die erin. Kijk even snel in die kist, guys, wat je nodig hebt. Oh joh, ja, ik heb ook nog wel wat stuff wat ik er kan in doen. Kijk hè. En als je iets, als je zelf zeg maar diamond hebt of shit, zorg dat altijd iemand op de uitkijk is, voor waar hun zijn. Maar we moeten wel een move gaan maken, denk ik, zometeen, richting daar. En we zijn denk ik nu al wel verplaatst. Ja, denk het ook. Ik denk dat hun constant verplaatst. Ja, hun hebben gewoon hele goede gear al meteen. Ja. Klopt. Oké, iedereen heeft wat? Tander, had jij redstone gevonden? Nee. Oh, nope. Ik neem dan alles weer mee wat in de kist zat. Nou ja, niet alles. Het meeste. Die golden ore die kan je gewoon hierin doen. En we hadden nog charcoal hier. Dus dat kun je gewoon hierin doen. Ja, maar wat moeten we met gold? Kun je als armor. Beter iets armor dan geen armor. Mm-hmm. Toch? Ja, inderdaad. Okay, ik kan nu boots maken van gold. Wie heeft nog geen boots? Jij. Maar dat kan toch ook met iron? Nee. Ja, klopt. Maar hier, ik heb hier al boots. Dus ik heb 4 iron, alleen ik weet niet hoe je boots maakt.
Ja, maar ik heb hier nog 2 iron, dus dan heb je nu 6 iron. En dan kun je wat anders maken. Beter een helm. Wat kan ik maken dan? Helm. Helm. En hoe? 3 boven. Als een... Eentje links midden en eentje rechts midden. Als een N. Oh, thanks. Oké. Okay. Ik zie ze nog nergens. Ja, dat is inderdaad wel slim. Je hebt TNT? Ja, ik heb TNT. Dan kunnen we onze basis versterken. Maar ik heb geen flint of steel of iets waarmee we het kunnen aanzetten. Oh ja. Kijk, ik, ik heb hier 2 gaten gemaakt hoor. Ik ben benieuwd of daar wat zit. Hier zit verder volgens mij... Ja, ze hebben nog een benedenverdieping. Oké. En een tweede verdieping ook nog. Oh, dat is echt de snelle skeleton. Oké, ja, fuck it. Ik ga hier niet meer kijken. Het is wel goed. Wat is die particles die ik hier zie? Ja, ik zie ook particles hier. Oh, what the heck? Wat doen al die particles hier? Ik weet het niet. Oké, ik neem dit even snel mee. Van hem heen slaan. Hey, oh, wow! Oh, iemand is invisible! Ze zijn hier! Oh my! Oh, fuck. Shit. Tot u, iedereen is weer invisible. Oh my god. Ja, nice, nice. Je TNT, TNT. Oh, je TNT wordt afgestoken. Pas op, dat is iemand, dat is iemand. Ik heb hem. Oh, nice, god, nice. Shit. Ik heb hem helemaal uitgemoord. Oh, shit. Ik ben dood, ik liep erin. Oké, ik ben er nog, Oh, nee. Daarboven. Ah. Ik weet niet wie er allemaal nog leeft. Oh. Is iedereen nou dood? Nee, ik ben er nog, Ik sta beneden. Ja, maar van hun. Ja, ik raak iemand daar. Linktuig, komt snel naar beneden. Via een enderpearl of iets. Oh, jongens. Maar voor mij zijn ze dood. Ik kon de appel eten. Nee, niet allemaal. Nee, echt niet? Nee. Er is nog geen iemand. Oh, shit. Ja, ik kan zat hier. Komen. Het is echt veel te druk. Wacht even. Of had ik die nou? Had ik die nou wel gekild? Ik weet niet. Zullen we even in de chat kijken? Oh, mijn god. Man. Zo, heel mijn... Ja, zie je wel, we hebben gewonnen. Oh! Al netjes, man. Serieus? Ja. Serieus? We hebben gewonnen. Ja, ze waren zo makkelijk te killen. Oh my god. Oh, holy shit. Fucking dope. Oh, hell yes. Oh shit. Nou ja, GG dan. Oh ja, die chapel was shot. Ja, die laatste. Dat was, dat was onzichtbaar. En ik zag hem daar ineens staan. Dus dat was de laatste kill. Fucking dope. Oh, netjes. Wow. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Sorry voor die rare cam af en toe. Maar thanks voor het kijken. Vond je dit nou vet? Wil je meer zien? Druk dan sowieso even op het like-knopje. En ben jij benieuwd naar de andere perspectieven van het andere team? Of van andere teamleden? Zoals hoe Linktiger nou net die andere team zag en wij niet. Dan check even de beschrijving. En zie je allemaal andere video's van andere perspectieven. Jongens, hartstikke bedankt. Bedankt voor het liken. Stuur het door naar je vrienden. Laat zien van kijk, dit is een vette nieuwe serie. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later. Later.